Beste moeders, zondag aanstaande 9 mei is het moederdag. Wat is het fijn om moeder te zijn? Deze moederdag zal weliswaar een andere zijn dan voorgaande jaren. Dit jaar hebben we ook de lockdown. En dat betekent dat kinderen hun moeders niet zullen kunnen opzoeken, want immers je mag dus niet op straat zijn. Dat betekent dus dat moeders het zullen moeten doen met een telefoontje, een videocall. Op die manier zullen moeders de attentie krijgen van de kinderen. Op de kinderen en op de partners doe ik een beroep om op die dag extra lief te zijn voor moeder. Moeder doet zoveel in huis, heel jaar door. Ze zorgt voor het eten, ze zorgt ervoor dat er schone kleding is, gewassen kleding is. Kortom, het heel jaar door sloot zich heel erg uit voor de kinderen en ook voor de partner in huis. Dus kinderen, partners, alsjeblieft op die dag er extra attentie tonen. Toon dat je van haar houdt en dat je ook waardeert wat ze allemaal voor je doet. Dus, en dat zou je kunnen doen, hoeft niet met een duur cadeautje te zijn. Kan gewoon maar een stevige brassa, een stevige knuffel en te zeggen, mama, ik hou zoveel van je en ik waardeer echt wel wat je allemaal voor me doet. Beste moeders, kortom, ik zou jullie willen zeggen, een fijne moederdag en geniet van de dag, het is jullie dag.